En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heen. Want de lui die kunnen praten, dat niet laten. Ook al zegt ze meestal niks, geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Na 2 jaar stilte gaat het Gevo-concert in Wijchen dit jaar door. Maar er is wel wat veranderd. Voor het eerst is de toegang niet meer gratis. Tickets kosten €10. We vroegen aan marktbezoekers wat ze daarvan vinden. Ik vind het eigenlijk lastig omdat het in een op openbaar terrein gebeurt. Ik snap het wel. Ik snap het wel. Ik denk dat de horeca die moet heel veel kosten maken om het te kunnen organiseren. En zij zijn daar niet om vliegen te vangen, dus die zullen ook wel een paar centen willen verdienen eindelijk na heel dat corona gebeuren. Dus ik snap het wel. Dat is altijd gratis geweest. En nu moet er 1 keer €10 betaald worden. Nou, dat is volgens mij niet haalbaar. Nou, ik begrijp die ondernemers ergens wel. Ja. Belachelijk. Waarom belachelijk? Ja, ik vind gewoon van dat is altijd zo geweest. Dat is een traditie hier in Wijchen. En de mensen zijn er aan gewend. Ja, en ik vind het een slechte verandering. Nou, ik speel zelf mee. En ik denk dat het jammer is dat die entree er is. Dat hoor ik om me heen. Dat mensen dat toch jammer vinden dat ze moeten betalen voor iets wat ja, eigenlijk vrij toegankelijk is. En wat ook gewoon op straat is eigenlijk. En, maar ja, het zal nodig zijn. Ik zit niet in de organisatie, dus het fijne weet ik er niet van. Ja, hoor ik, heeft het lastig gehad. Dus als het nodig is, dan is het nodig. Maar voor mij geen reden om niet te gaan. Gaat u dus? Wij gaan zeker. Vindt u het ook veel geld? Zeker. Niet iedereen heeft maar zomaar voor €10 om eventjes naar het plein te komen en naar muziek te luisteren en zo. Hè? En als je dan een gezin hebt of meerdere mensen. Zou u hier naartoe gaan met €10 entree? Nee, want dat, dat vind ik eigenlijk te veel. Nou, toevallig niet, want we zijn op vakantie dan. Maar anders zou ik het wel gedaan hebben. Ja. Ik denk dat als het 3,5 of €4 kost, dat het toch nog even anders is. Maar ik vind €10 best veel. Gaan jullie? Nee. Het is voor ons ook niet haalbaar met een rollator, met een scootmobiel. Nee. Gaat u? Nee. En meerdere mensen die ik heb gesproken die echt fanatiek zijn daarin, die hebben ook zoiets van blijf lekker thuis. Ik zou zeker nog wel eens €20 voor willen betalen. Ik zeg van, die mensen die daar spelen, die moeten toch ook gepromoveerd worden. En B, zoals zij zegt, de horeca. Jullie zijn van het Maas en Waals Mannenkoor. Ja, nou ik vind betaalde euro of betaalde entree, daar kom je in feite niet meer omheen als je het een en ander gaat organiseren. Het enige waar ik wel een beetje moeite mee heb, dat is wel dat het €10 per persoon vind ik wel een redelijk hoog bedrag. Je ziet het bijvoorbeeld in Druten waar het Maas en Waals Mannenkoor in feite zijn domicilie heeft. Dat daar ook de Dikkersdag georganiseerd wordt. Maar daar zit je dus vaak tussen de €3 en €5 in. Maar ik vind €10 is een aardige klapper. Denkt u dat mensen nu gaan afhaken omdat het €10 entree is? Ja, die kans is best aanwezig. Die kans is best aanwezig. Zeker als het weer bijvoorbeeld heel iets minder is dan dat men het graag wil. Ik vind de prijs wel oké. Volgens mij was de reden van ondernemers dat ze jarenlang, of het is natuurlijk 2 jaar lang of zo, niet doorgegaan. En dat om nog wel winst te kunnen maken, ja nee, ik begrijp ze wel, ja. Ja, ik weet niet waarom ze het gaan doen. En misschien voor de horeca. De horeca heeft natuurlijk een aantal slechte jaren gehad. En dat die misschien eventjes iets bij moeten zetten, nou ja, dan is dat goed. Alleen het zou jammer zijn als er daardoor veel minder bezoekers komen. Lekker thuis achter de tuin een biertje drinken. Zetten we de radio gewoon wat harder. En dat is ook heel gezellig.